Nee, als ik hem tegen kan houden met de Monopoly, hou ik hem tegen met de Monopoly. Vooruit. Er is er maar weer één iemand die de laatste staat met levels. En met geld. Nee, niet met geld. Niet met geld, daar sta ik achter. Hoe? Ik heb geen idee, maar ik sta achter. Want voor mijn gevoel heb ik niet op heel veel mensen geland. Maar ja. Nee, maar ik heb wel heel veel shops. Ja. Allemaal een beetje willekeurig naar mijn gevoel, maar... Ja. Dat zou nog wel een rotstreek zijn, net op de knop landen wanneer ik net eruit wil. Wij geven hem 100 gold en hij geeft ons maar 30 gold terug. Dat is niet netjes. Nee, dat is zeker niet netjes. Wat een lul. Mm-hmm. Dat is de welkom. Ja. Weer helemaal naar beneden. Ja. Nou, is je rij vol of niet? Ja. Rij is vol, ja. All shops in district at random gaan er met 10% naar beneden. Oké, daar heb ik er één, natuurlijk. Volgens mij gaf die al niks. Nou, op zich, dit is wel mooi, want die 620 gaat ook naar beneden. Nee, ja. Nog een keer gooien. Oké. Okay. Het probleem is dat hij dan waarschijnlijk... Die koopt, ja. Die koopt, ja. Ja, en ik ben niet in de buurt van een knop. De enige die in de buurt van een knop is hij. Dus huppakee. Draai de boel maar weer om. Dat is één. Ja. Nee, die is niet zelfs stok. Pas op. $300. Kijk, zo hoort het. Ja. Niet keer 7. Oké, prima joh. Maar volgens mij triggert hij dan niet de knop, dus dat maakt niet heel veel uit. 1, 2, natuurlijk. Wat een behanger. En promotion. Dat is wel mooi. Welk level wat je nou 4? Ja, ik schiet aardig op met promoties, ja. Maar ik heb naar verhouding niet heel veel winkels. Dat heeft niet heel veel zin. Ik heb vertrouwen in jou. Nu weet ik nog. Maar heeft ze veel ready cash? Valt mij. Wat jammer hier. Rij die twee linksonder tegen die twee daarboven, dus dat ik die... Wat zei je?
wacht, ik zal het zo wel laten zien. Ja. Wacht, we komen allemaal op dezelfde plek. Ja. Waar hij stond? Mm-hmm. Dat is Jan Beurt, dus leg maar eens wat woorden hier doen. Nope. Hier is het ding, als hun niet dat hadden gehad, dus dat je niet hier naartoe werd geworpen, ja, en ik niet naar jou in de beurt was geweest, had ik het niet gedaan. Oké. Okay. Het is puur omdat het me nu net zo uitkomt. Mm-hmm. Want in principe, het is wel een gevaarlijk punt, maar ja, aan de andere kant, mm-hmm, je kan er zo omheen. Klopt wel, je moet ooit een keer naar de bank. Ja, zoals de vorige aflevering, nee, met dat woord, ja. Maar kijk maar wat het nu met deze doet. Ja, daarom denk ik ook dat het wel een semi-fair trade is. Mm-hmm. Is alleen de vraag, kan ik op mezelf landen? Zou mooi zijn. 1 of 2. 6. 6, daar ga ik niet meer lukken. Dan is het winkel dicht. Die had ik nog nodig, dus. Je wil ook eens niet. Nog een keer gooien, ja. En de knop. Ja, jammer is alles in ieder geval veert, maar ja, als ze er toch niet op landen, heeft niet zoveel zin. Betalen, bitch! $35! Ja. Ik zal ze wel snel spruisen, maar ja, ze kunnen heel snel overkopen. Ik weet het. Was ik ook van plan. Had ik al gedaan als ik net op mezelf had gekomen. Mm-hmm. Ah. Gewoon vol ingaan. Ja, ja, ik weet het. Jammer genoeg is de max capital van al die dingen maar 990, maar ja. Ja, ik zou zeggen net ervoor. Ja. Nou, zijn stocks ook meteen verdrievoudigd. Ja. En alsnog kom je niet in de buurt van Platypoen. Nee, dat is dan weer jammer, maar ja. Ja. Alleen gaat zo één worden. Zou mooi zijn. Mooi geprobeerd. Nou, vond het dus een beetje te... 1. Nee. Nee, is nog veel. Ik weet niet hoeveel stok ze heeft. Misschien gaat een paar dingen in auction. Wie weet. Nou, ze is er nog. Nou, ze is er net. 1024 heeft ze nog. 4. Dat is 5. Dat is geen 4. Oh, dat is lullig. Nee, wat je nog kan doen. Hopelijk gooi je een 1 of een 3. En dan meteen achteraan gooien. Yep. Mooi dat ze in mij investeren, want ik ben ook echt in de buurt van een van de groene. 1. Dat is te veel, hè. Ik kan warpen naar links, dat wil ik eigenlijk niet. Dus eigenlijk moet ik de swap doen. Ja. De swap! Met die dure shop van 312. Weer zo meteen promotion. Nog een keer. Dat kan sowieso wel.
Hoi-ja. Veerland ik op jou. Of de knop. Of de knop, nee. Dan maar nog een keer de knop. En dan alles gaat naar de knoppen. Misschien gooi ik zo wel 4. Ah, dat is niet zoveel. Maar toch iets. Ik vind het zo mooi. Iedereen investeert in mij, maar nee. Ik kan er niet zo heel veel mee. Ze zijn gewoon niet zo goed in het spel. Nee, merk het. Ze zijn geen Fortune Masters. Ik vind het hartstikke mooi hoor, maar ik heb zit samen met Lena zit ik aardig laag. Commissies. Dat is wel weer jammer. Zal ik 4 gooien? Nee, je gooit 1. Helaas. Kans om in je eigen shops te investeren. Een warp. Ja, ik zal hem to the pakken. Bank. Ik zal hem gewoon pakken. Ja. Kan ik gewoon weer... Oh, het is ook geen keus. Nou mooi, als je stoks kan pakken, meteen de stoks pakken. Meteen weer in aars douwen en... Zometeen als je op jezelf landt, weer gewoon in boosten die hap. En nu sta je eerste. Yay! 4. Hey, nice. Daar komt hij hoor, daar gaat de Spruce Koning. 5. 6. Komt een mooie 5. Dan kan ik daarop kunnen landen. Ja, oké, maar ik dacht van je wil wel spruizen. Ah, wil ik ook wel, maar. Maar iedereen behalve ik heb daar wel profijt van. Maar ja, maar dan weer stokjes gaan verkopen. Niemand heeft meer vertrouwen in me, meteen verkopen. Tuurlijk. Die wil je wel. 1 of 2, 1 of 2, 1 of 2. 4. Nou, prima. Als jij even op de knop komt. Dichtstbijzijnde knop voor mij is volgens mij 5 of 6 voor je. Dus... Weet niet of dat erin zit. Maar Alena kan wel volgens mij nog opkomen op Platypus. Hey Spruce! Ik weet niet of je geld hebt om Spruce eigenlijk. Ik heb stalks. Ik zit ook gewoon zo in van weet je wat fuck is. Het is weer echt weer leuk om daar langs te rijden zo meteen. Of langs te lopen zo meteen. Nu moet je uitkijken. Ja, ik had verwacht dat jij die eerder zou klaarmaken, maar ja, blijkbaar ik, je dus... Ik ja, ook, maar ja. District A was eerder klaar. Ik vind het wel geinig. Degene die onderaan staan, hebben nu wel voor elkaar dat ze weer promotie kunnen scoren. En het komt ineens door de Suit Yourself kaart. Ik heb gewoon alles volledig al. Het is nog iets te vroeg om dat te doen. Oh, dankjewel voor het geld. 27 gold. Ja, je hebt niet, hè? Ah, shit. Dat is te laat, Platypus. Dat is klote. Vermoeiend. Inderdaad. Twee.
Zas. Nee, hij is nog een ding. Je gaat wel hard. Krijgen of betalen? Krijgen. Zoveel shops heb je naar verhouding dan niet. Overleeft het. Maar, ja, maar die kan promotie halen. Dus. Promotie. 1000. Ja. Ik had al even gewacht op dat Spruce had. Ja. Die wachten niet op je, dat is de hele grap. Betalen aan de platypunk. Zal het niet. Hij heeft de meeste shops al naar verhouding. Tenminste qua spreiding. Dat is jammer. Betalen aan? Nee, net degene die hij heeft gekocht. Hé, wat een bitch. Wat vervelend nou. Nou, misschien is ze wel redelijk, je weet niet. Misschien wil ze wel ruilen. Nou ja, ruilen weten we, dat werkt niet vandaag. Nou, als ik haar daarmee een ding kan geven. Ja, ik kan het proberen. Ja. Ik hoop toch mezelf te komen. Ja. Des te meer je shops koopt, des te hoger de kans dat je op jezelf kan landen. Ja, dat is waar. Ik heb genoeg stok, dus. Fuck. Ja, ik kan het niet doen, dan moet ik een shop van mezelf laten verkopen. Ongelooflijk! Ongelooflijk, ja. Dit spel. Is heel typisch. Alleen hij komt terug. Idee. Nou, succes met het idee. Dank je. Oh, dat zijn helemaal niet mijn shops die ik wou. Ik wou shops gaan houden die helemaal niet van mij waren. Ja, of het werkt het spel niet zo. Dat zou echt heel interessant zijn, maar. Dan moet ik wel anders denken. Tweede shop. Ja, ik kan het wel doen, maar je moet gewoon flink gaan betalen dan. Echt flink gaan betalen. Zo ja, soms is buy misschien beter, want dan is misschien nog een tegenaanbod. 1. Nou, ik kan mooi jezelf spoelen. Deze kan maar tot 9, nee. Ja, doe maar gewoon. Dan heb je die gewoon klaar. En het is ook gewoon afgedekt. En het is nog 1500, hè, dus. Tuurlijk. Ja, hey, ik heb zowat geen shops, hè, dus. Oh, drie districten, mooi. 3 keer links onderin, go. Oké, dat is rechts onderin. Ik kwam in de buurt. Nu in district A. We proberen het nog een keer, we zeggen links onderin. Nou, het is onderin, maar nog niet links.
Maar we hebben nu rechts onderin gehad, we hebben midden onderin gehad, dus nu links onderin aan de beurt. Go. Nee. Interessant dat ze die kant op gaat. Ja. Je zou op zich denken dat omdat al die zoetsen zo ver uit elkaar zijn, dat het heel moeilijk is om promoties te krijgen. No. Nee, maar op zo'n eiland heb je er heel dicht bij elkaar, hè? Precies. Dat scheelt een heleboel. Mm-hmm. Nou, dat is een gevaarlijker geworden. Als je nu betaalt, staat hij voor je. Ja. Ik mag hem niet weg, ik zit vast. Ik ben ontvoerd. Ja, nog een keer. Mag weg, eindelijk. Ik ben nog relatief dicht bij de bank. Nee, moet ik alsnog goed gooien en niet op jouw land. Dat weet ik. Ben jij nu ook terug of soms? Ja! Ja. Eén. Het is geen één. Ta-ta-ta-ta. Ja, het is wel een aardig druilig nummer. Ja. Ik wil de Mario muziek terug. Ja, precies. Oh, je kan alleen maar naar beneden. Beneden. Maar, dan 200 gold. In de strikte het random. Altijd leuk random. Dank je. Hey. Doe het even maar. Ja. En nu even hopen dat alleen heeft op die 2000 land. Hopen dat even er zo. Wacht, waarom ging die niet omhoog? Nee. Misschien zat hij op zijn markt, maar ik weet niet of dat zo werkt. Dat zou kunnen. Net niet. Kijk maar, net niet. Ah. Een 3, een 5. Allemaal mooi. Ze heeft de Ready Cash toch wel, dus dat maakt niet uit. Waarom ga ik spruce als het geen Monopoly is? Ik snap dit niet. Ja, totdat we er straks opkomen en hij zo stinky rijk is. Ja. Kijk, hij zit vooraan. Ja. Nou, een kanskaart. Je kan niet naast mij, dat is jammer. Dat is gewoon mooi naast Platypunk. Iedereen gaat naar jou toe. Mm. Yes. Op zich niet verkeerd. Nou, ja, voor mij trouwens. Ja, iedereen gaat misschien wel richting de bank nu, dus. Ja. Dus. Wacht, hoor. Oh, iedereen ging naar mij toe, naar de other player. Ah. Ja. Nou, maakt niet zo heel hard. Nu heb ik een kanskaart. Ga naar de bank. Dat zou heel jammer zijn. Take a break of arcade? Nou, wat zou het zijn? Take a break. Op zich niet verkeerd. Kijk maar, ik laat hem daar. Oh, klopt. Ik mag niet eens kiezen naar welke take a break ik ga. Dat is jammer. Maar op zich, die andere was niet verkeerd geweest.
2 gooien. Je zou maar 2 gooien, maar ik sta niet op de straat. Of 4. Dus daar heb ik niks aan. Nee, daar ben je stijl. Of alleen maar. It's time to spruce. Ja, go. Ja, ik had nog niet genoeg zoets. Ik heb mijn tweede rij al bijna klaar, man. Doe maar A. Ik doe wel even open. Ja. Alena is al bang voor jou, dus die gaat de andere kant op. Wat een bitch. Die zal voor jou zijn. Met de schotel. En drie. Welkom mensen. Bij de mukbang. Ja, bij de mukbang, ja. Pak wel van boord voor. Dat is goed. Zou jij voor mij een vork willen pakken? Natuurlijk niet een vork. Dankjewel. Was ik aan de beurt? Ja. Heel even snel voordat ik ga. Nou prima, Lena heeft nog niet genoeg geld gekregen van mij. Had jij ook een cocktailsaus? Ja. Zo. Nee, maakt niet uit. Ik klik gewoon door.